bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Ik ga vandaag mijn wenkbrauwen verven. Ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Ik heb meerdere merken uitgeprobeerd, meerdere tactieken. En ik heb inmiddels een soort van routine gevonden die voor mij gewoon het allerbeste werkt. Dus die ga ik zo meteen met jullie delen. Heel erg makkelijk, simpel en goedkoop. Dus blijf zeker kijken. Want ik klik gewoon die camera aan en mijn wasmachine stopt. Hij gaat nog wel droog, dus misschien horen jullie straks iets op de achtergrond. Op zich is hier helemaal niks mis mee, vind ik zelf. Je kan zien dat het hier bij mij heel erg spaarzaam is, hierboven en ja, hierboven ook. Dus de vorm is op zich goed, maar dat komt puur omdat ik het epileer. Dus het is niet dat mijn natuurlijke vorm zo mooi is, want hier groeien gewoon nog heel veel haren onder en ook hierboven. Ik weet wel dat het een beetje een stelregel is dat je aan de bovenkant nooit echt veel moet doen. Maar ja, ik vind dat dat gewoon persoonlijk verschilt. Want ik heb dat gewoon echt nodig om deze vorm te krijgen. Mijn haartjes gaan ook uit zichzelf altijd naar beneden. En dat vind ik heel erg irritant. Dus ik gebruik echt heel veel wenkbrauwgel. Ik ga voor de zekerheid nog even met wat micellar water door mijn wenkbrauwen heen. Ik heb wel gedoucht net, maar je weet maar nooit of er nog een beetje make-up restjes in zitten. Het enige wat er nu afkomt is concealer. Dit zijn de basisdingen die je nodig hebt. Dit is een ontwikkelingsvloeistof en dit is de verf. Deze gebruik ik van het merk Refecto Seal in de kleur 3 Natural Brown, natuurbruin. En dit is mijn favoriet. En deze heb je ook gewoon echt nodig om het te ontwikkelen, zeg maar. Dat is net als als je je haar verft, moeten er ook twee componenten bij elkaar worden gezet. Bij elkaar kosten deze twee producten geloof ik 10 euro. Dus ja, dat is gewoon weer even een kleine investering en je doet er weer super lang mee. Dan heb je nog iets van een bakje nodig of een potje om het in te mengen. Het gaat echt om de hoeveelheid van een ert of zo. Dus ja, kijk zelf even wat je hebt. Dus ik gebruik nu een deksel van mijn zelfbruiner. Ja, als het gewoon schoon is, kan je gewoon alles gebruiken wat je in de buurt hebt liggen. En dan nog iets van een oud kwastje voor je wimpers. En dan nog iets van een oud wenkbrauwkwastje. Ik zal alle linkjes hiervan even in de beschrijving achterlaten. Maar als je dit gewoon googelt, Refecto Seal wenkbrauwverf, dan kom je 1000 pagina's tegen met allerlei kapperszaken waar je het gewoon kan kopen. En het is overal gewoon dezelfde, dus dat kan eigenlijk niet missen. Dus ja, dat is alles en dan kunnen we aan de slag. Wat je doet is als eerste even zorgen dat je wenkbrauwen gewoon natuurlijk geëpileerd zijn. Ik doe het altijd nog even doorkammen en dan echt de allerlangste haartjes die uitsteken nog even een beetje bijknippen zo. Ik gebruik dit schaartje alleen voor mijn wenkbrauwen en niet voor mijn nagels ook of zo hoor. Dus niet dat je denkt van, eeuw, wat doe jij? Nou, deze is eigenlijk wel goed op zich. Dan pak je je bakje en doe je echt een hele kleine hoeveelheid erin. Zoiets. Ik leg het even op de bodem. Leg ook iets van een wattenschijfje neer waar je dan je kwastje op kan leggen, want dit geeft vlekken. Ik heb hier een wit bureau en je krijgt het er niet meer uit. Dan pak je ontwikkelingsvloeistof en gaan er wat druppels bij. Ik heb er misschien 10 druppels of zo bij gedaan. En dan roer je het. Een beetje stampen en roeren. Zie je gewoon een beetje dikke pasta. Dan krijg je heel vaak als tip om iets van vaseline zo rondom je wenkbrauw te doen. Dat deed ik aan het begin ook. Omdat dan die verf zeg maar niet op die vaseline plekken komt. Maar inmiddels merk ik dat als je gewoon wat wattenstaafjes bij de hand houdt. En je smeert als eerste die wenkbrauwverf op. En daarna trek je zo een randje met je wattenstaafjes. Dat ga ik zo laten zien. Dan is het gewoon oké. Want die wenkbrauwverf heeft echt niet binnen 30 seconden of zo als werk gedaan. Dus ik zou zeker even iets van 3 wattenstaafjes klaarleggen. En dan pak je gewoon een beetje van die verf en ga je het aanbrengen. En je moet goed zorgen dat je ook echt een beetje de huid eronder pakt. Dus alles gewoon goed invrijven. En wat ik al zei, het is helemaal niet erg om een beetje uit te schieten. Want het is ook niet zo makkelijk als gewoon maar een wenkbrauwproduct aanbrengen. Kijk, zie je, ik ga alle kanten op. Is geen enkel probleem. Zorg gewoon dat je in ieder geval alles hebt bedekt wat je wilt bedekken. Dus niet alleen maar heel voorzichtig erop, maar gewoon echt goed invrijven. Als ik zeker weet dat ik alle plekjes heb gehad, leg ik er nog een flinke laag zeg maar overheen. Ik weet niet heel zeker of dit zeg maar echt extra effect heeft voor mijn gevoel. Dan pak je een wattenstaafje en ga je langs de rand waar je geen verf wilt.
Zo. Nou, dan kan je weer voorzichtig een beetje bijwerken. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde principe als dat je gewoon een wenkbrauwproduct zou aanbrengen en het vervolgens weer schoonmaakt met concealer. Je kan een beetje micellair water erop doen. Ja, en overal waar je gewoon geen verf wilt, haal je het nu weg. Wat nog wel even belangrijk is, is die aanzet hier. Ja, ik zie hier echt zo'n soort van klontje zitten. Ik ga er heel licht overheen met mijn wattenstaafje. Want ik wil ook niet dat het zo'n keiharde lijn is, weet je wel. Je kan ook eventueel nog zo'n borsteltje pakken en het een beetje vervagen voorin. Dat is meestal wat ik doe met die voorkant. Dus dan haal ik die verf alvast een klein beetje weg. Zodat het hier net even iets lichter is. Als jij het juist mooi vindt om echt een hele gedefinieerde lijn te hebben, dan moet je dat zeker doen. Dat is persoonlijk voor iedereen. Nou, volgens mij heb ik nu wel alles goed te pakken. Nou, dan gaan we snel door naar de volgende. Oké, dit zit er nu op. Volgens mij moet het een minuutje of 10 intrekken. Maar ik heb ook wel eens gehoord van mensen dat het op een gegeven moment na een kwartier of zo zijn werking zeg maar verliest. Dus of je het nou een kwartier laat zitten of 3 uur. Het is niet dat het dan echt gewoon keihard wordt. Ik heb wel gemerkt dat als ik het soms na 5 à 10 minuten wil afhalen dat ik het nog iets te licht vind. Dus ik laat het wel zeker een kwartier zitten. Maar begin daar even niet mee. Je kan altijd nog weer het nog een keertje aanbrengen. Weet je, liever dat dan dat je gewoon echt met hele heftige wenkbrauwen zit. Dit blijft vervolgens zeker wel iets van 2 weken goed. Ik vind dus dat deze verf, of ja, misschien is het de combinatie van deze twee, heel goed ook op de huid pakt. En dat is voor mij ja, heel erg belangrijk. Zoals je net al had gezien, die bovenste stukjes die zijn gewoon heel erg spaarzaam bij mij qua haren. En dat is juist waar ik echt een beetje de verf nodig heb. En andere verven tot nu toe, zoals bijvoorbeeld die van Kruidvat, die heeft eigenlijk nooit echt op de huid gepakt. Heb ik hier nou verf zitten? Ja, hè? Concealer gelijk weg. Dus we gaan dit laten intrekken. Vergeet niet om je bakje gelijk even uit te spoelen en zo. Anders krijg je allemaal van die resten die je er niet meer afkrijgt. Oh ja, en vergeet je kwastje niet schoon te maken. Dat is bamboe die de trap op rent. Oké, het zit er nu zeker 20 minuten op. Ik pak een beetje micellar water op een wattenschijfje. En daarmee haal ik het gewoon eraf. En dan is dit eigenlijk het eindresultaat. Dit is al veel beter dan hoe het was, vind ik zelf. En wat je nu vooral ziet is dat die huid hier zo best wel is ingekleurd. Zie je hieronder was het, ja het is nog steeds lichter. Maar je ziet wel dat die verf een beetje op mijn huid heeft gepakt. Want anders zat er gewoon alleen maar huidskleurige huid. Dus het is voor mij belangrijk om die haartjes altijd omhoog te kammen. En dan ja, wordt het altijd een beetje verdoezeld. Wat ik nu ga doen is eventjes nog de lijntjes strak bijwerken. Dat doe ik door wat concealer te pakken en een plat kwastje. Daarmee trek ik een lijntje onder de wenkbrauw. En op deze manier kan je het dus ook doen met die vaseline. Als je het nog een beetje eng vindt allemaal. Of je wil gewoon zekerheid dat die huid eromheen niet geverfd wordt. En wat ik dan nu met de concealer doe, kan je dan met vaseline doen. Dan doe ik nog wat doorzichtige wenkbrauwgel. Hier kam ik het omhoog. En hier een beetje zo. Super mooi. Ik ben er echt enorm blij mee. Dus nu heb ik verder helemaal geen producten op mijn wenkbrauwen, alleen maar doorzichtige gel. Echt super nice. Ik ben weer helemaal tevreden. En wat ik al zei, dit blijft zeker wel 1,5 week, 2 weken goed zitten of zo, vind ik.
beter dan eerst. Ja. Hey. Dus dit is hoe ik mijn wenkbrauwen verf. Ik hoop dat jullie de video leuk en interessant vonden. Als dat zo is, doe een duimpje omhoog. Abonneer je ook gratis. En dan zie ik je weer bij de volgende video.